Hey jongens, ik heb net een pakketje aangekregen en ik dacht we gaan deze keer unboxen. Het pakketje heb ik gisteren besteld en via Coolblue komt hij natuurlijk de dag later altijd binnen. Laten we eens kijken wat erin zit. Natuurlijk als jullie de titel van het filmpje al hebben gelezen, dan weten jullie al wat erin zit. En ik weet natuurlijk ook al wat erin zit. Poltjes plastic. De factuur. En hier is die dan. De Elgato Game Capture HD60 Pro. En wat zit er allemaal in? We zullen hem eens open doen. Zoals jullie weten ben ik de laatste tijd wel wat aan het livestreamen. En de kwaliteit hoe dat ik streamde van de PlayStation 4 naar de PC was niet heel denderend. Hoppa, hier hebben we een plaatje die we op de HD Pro kunnen zetten als we een kleinere slot in de computer hebben. Dat is in ons geval niet nodig. De HD60 Pro zelf, het is een inbouwmodel voor in de desktop PC. En die gaan we zo meteen ook installeren. En dan hebben we hier ook nog een ijzer plaatje die je eventueel op je PC kunt hangen om te laten zien dat er een Elgato in zit. Natuurlijk in mijn PC kun je het ook zien, want ik heb een plastic zijkant waar ik het doorkijk. Dan het plaatje, doen we erin. Hoppa. En een HDMI kabel. Ze hebben er eentje in gedaan. Je hebt er normaal gezien twee nodig, van de PlayStation naar de Elgato en van de Elgato naar je scherm. Maar die heb je normaal gezien al, eentje van naar je scherm en dan zit hier nog een papiertje in. Dit is eigenlijk de belangrijke veiligheidsinstructies. Kan je altijd doorlezen als je wilt. Boeit niemand. En het zit eigenlijk ook nog wel in een mooi doosje. Kijk, hier staat in dat hij in de PC moet. Kabeltjes aansluiten. En de software downloaden van de website. Met deze Elgato kun je eigenlijk je game capturen aan 1080p, 60 frames per seconde. Het grote en belangrijke voordeel van deze is dat je instant game view hebt. Je hebt eigenlijk zo goed als geen lag tussen je tv-scherm en je game capture. En het hele grote verschil tegenover de andere Elgato's is dat deze rechtstreeks in je computer wordt ingebouwd en het heeft een bitrate van 60 megabytes per seconde. Terwijl dat die andere, de HD60, maar 40 heeft en de hele oude HD Capture maar 30 megabytes per seconde. Dus jullie gaan binnenkort heel veel gameplay zien die wordt opgenomen via de Elgato en hopelijk vinden jullie het leuk. Tot de volgende keer en bedankt voor het kijken.